Mensen, zijn we weer met een nieuwe video. Ik heb toch het zoete water even achter me gelaten, dus vandaag even iets heel anders. Ik ben uitgeweken naar het zoute water in een poging een zeebaarsje te vangen. Dus de afgelopen keer heb ik dat een paar keer gedaan en ik ben toch wel een paar keer geslaagd. Het waren wel veel kleinere vissen, maar goed, met licht materiaal, aangepast materiaal, was het toch wel een leuke sport. Vandaag afgaand water. Het is wel heel erg zonnig en bijna geen bewolking in de lucht zoals je ziet. Dus het zal wel taai zijn. Maar goed, ik had van de week ook een paar mooie momenten dat ik toch wel degelijk een visje ving. Dus ik ga het gewoon proberen. En ik begin eigenlijk altijd eens gewoon met een iets heel simpels, met een lepeltje. Ik weet dat veel mensen gebruik maken van pluggen, twitchbaits, black minnows, weet je, dat soort zaken en zo. Maar ik ving eigenlijk best wel goed met een lepeltje, gewoon een standaard lepeltje. Dit was van de week eigenlijk wel een van mijn favorieten. Dat was de stripper weer. Want een stripper, een beetje groene kleur. En ja, het mooie van zo'n lepeltje is natuurlijk dat je waterlagen kan afvissen. Je kan meteen een oppervlakte vissen. Je kan op middenwater vissen. Je kan zelfs dieper vissen richting de bodem. Afhankelijk gewoon door het model aan te passen. Dus het gewicht en soms ook het model. De shape is ook wel belangrijk. Waardoor die wat sneller naar beneden gaat of juist gaat klimmen. Lepels met veel actie, lepels met weinig actie. Dus ja, dat soort dingen moet je dan gewoon proberen. Maar ik begin eigenlijk altijd gewoon met een Hanse strippertje. Dus een 12 gram lepeltje. En dan ga ik gewoon de waterlagen afvissen. En dan ga ik gewoon, dan begin ik gewoon hoog. En vaak begin ik gewoon eerst met een normale tempo. En dan ga ik af en toe ook een beetje variëren met spinstops. En dan laat ik de lepel even vallen. En dan afhankelijk van de wind of stroming pas ik het gewicht aan. Of het model. En soms reageren ze wel op een bepaalde type lepel. En soms weer totaal niet. Dus veranderen hoort er zeker wel bij. En het zijn ook zeker wel momentopnames. Want er zijn momenten bij dat die vis gewoon niet wil. En dan kan je nog wel eens totaal andere dingen gaan proberen. Maar ik begin eigenlijk altijd meestal met een lepeltje. En dan, dan kijken we daarna wel weer wat we verder gaan doen. Ik vis met een wat lichter materiaal, wat ik al zei. Ik vis vandaag met een hengel van om en nabij de 3 meter. Een werpgewicht van 25 gram. Een 4000 molentje met een 1000ste gevlochten lijntje. En als fluorocarbon voorslag een metertje 1300ste. En een klein speldje om het kunstaas te wisselen. En dat is in principe voldoende voor die kleine zeebazen. Want echt wel groter dan 40 centimeter heb ik ze niet gevangen. En vaak nog wel kleiner, 30, 35 centimeter. Je krijgt wel een hele mooie aanbeet op zo'n hengeltje. Je hebt nog een beetje sport. En mocht je een wat grotere baas erop krijgen, dan kan je ook nog wel mannen. Dus laten we maar gewoon gaan beginnen. We gaan gewoon proberen. We gaan zien wat het brengt. Je vangt alleen wat als het aas in het water ligt. Dus hopelijk tot straks. Niet groot, maar het is er wel een. Toch op die groene strippen. Je ziet het, dat wilde hem ook echt hebben. Helemaal aanbeet. Klein baasje, maar wel leuk op lichtmateriaal. Kan hem ontwaken, kan hij weer doorgroeien. De zon is inmiddels weg. Ik vang net de eerste vis, dus het is toch wel vaak beter dan die zon. Ik hou niet zo van die zon. Dus hopelijk komen de aanbeten er nu in. Ik heb een beetje een drukkende lucht. Een beetje het idee dat het wat onweer in de lucht zit. Zit er ook. Alleen niet in de buurt als het goed is. Maar het is vaak wel goed voor de vis. Maar je ziet het is redelijk vlak. Dus misschien straks nog met een topwortetje. Goed, de eerste die kwam nu binnen op een lepeltje, dus ik ga nog even door daarmee. En ik viste met een, net als in een snippertje. Die snippers die hebben echt een hele mooie actie, zoals je ziet. We gaan echt op de stopmoord wel. Dat was toch wat de truc was. Oh.
kan het nog even proberen. Nou, ik vis dus met lepeltjes op zeebaars. En ja, iedereen die ze misschien afvraagt van hoe vis je dan met zo'n lepeltje. Nou ja, anders dan bij roofblijen vis ik het gewoon vol gas binnen. Bij zeebaars is het juist van belang dat je wat langzamer vist. Vind ik vaak toch wel. En dat je pauzemomenten erin last. Dus echt een stop and go. Dus dat je hem even laat vallen en dan weer doordraait. Eigenlijk kun je het een beetje vergelijken als met een jigkop. Iedereen die met een shad vist met een jigkop, die weet dat je bijvoorbeeld als je op snoekbaars vist, maar ook op zeebaars, op stromend water, dat het haasje moet gaan zweven. En dat moet eigenlijk met die lepel ook gebeuren. Die lepel die moet eigenlijk een beetje aangepast worden aan de stroming, aan de wind en de situatie, waardoor die eigenlijk net gaat zweven, mooi gaat dwarrelen, net onder water blijft en af en toe net een beetje dieper kan gaan en ook weer mooi in een stap kan gaan, waardoor je hem eigenlijk heel gevarieerd kan vissen. Vis je met een te zware lepel, dan is het gewoon onnatuurlijk. En vis je te licht, dan zit je soms vaak verkeerd te vissen, want dan gaat hij klimmen en dan gaat de hele actie eruit. En soms zit je gewoon te hoog te vissen en zit die vis net eventjes wat dieper, bijvoorbeeld op half water. Dat zeebaarsje wat ik net ving, die ving ik echt op half water en echt op de stop. En het was echt een keiharde arbeid. Dus afhankelijk van de situatie, dus de wind, de stroming, et cetera, kun je je gewicht ook aanpassen. Modellen. Ja, die strippers die werken dus eigenlijk wel fantastisch, maar ik vis ook heel gewoon vaak met een Tobi. Gewoon een Abu Tobi. En Kenhagen die zijn 7 gram waar ik mee vis, dus dat gaat echt wel prima. En soms heb ik ook wel eens hele andere soort lepels. Dit zijn ook wel favorietjes van mij bijvoorbeeld. Dit zijn de Marzildas. En Pilgrim. Die is ook van Hansen. En ja, mocht je een situatie hebben waar je bijvoorbeeld wat dieper moet gaan, je zit met een veel dikker blad. En eigenlijk allemaal uitgevoerd met veertjes. Dus met flash en met veertjes om toch een beetje te teasen. Eigenlijk gebruik ik nooit echt heel veel zilveren lepels. Dat heeft een beetje meer te maken met het voedselaanbod. Als vissen echt los zijn en echt op bliek of spiering of dat soort dingen zitten, ja, dan pak ik wel zilver, dan maakt het niet zoveel uit. Heel vaak is dat niet eens het geval. Er zitten gewoon een heel andere prooivis in het water. Maar mocht het wel het geval zijn, heb ik altijd wel wat zilveren lepels bij me. Dus een 15 grammetje en dus een 10 grammetje. En dit zijn echt hele simpele lepeltjes. Die kosten echt geen drol. Die zijn echt, ik geloof, 50 cent. Sterker nog, ik ken een vismaat, noemden ze eigenlijk ook 50 cent. Omdat ze gewoon zo goedkoop zijn. En, maar een heel goed model, een beetje een S-model. Loopt heel mooi door het water. En hier is de glans al een beetje vanaf en daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Want dat glans vind ik juist eigenlijk een beetje te, too much af en toe. Dus soms ben ik zelfs met een schuurpapiertje in de weer om het wat matter te maken. Is een lepel meer roestvrij staalkleur. Dat vind ik dan eigenlijk nog wel beter. En nu vis ik dus met een groene stripper. En zwart. En het water is ook een beetje groenig. Ja, het valt heel mooi in het patroon van het water. Dus en dat deed het hem nu. En deze is 12 gram, dus dat was prima. En ik denk ook niet dat ik lichter of zwaarder hoef te vissen op het moment. Er komt nu een beetje stroming in. We zitten nu wel tegen laag aan. En dan verwacht ik misschien het uurtje daarna nog wel wat stroming en misschien nog wel een visje. Dus laten we nog even proberen. Ja, toen ging het regenen. Dit kan natuurlijk ook, hè, met een lepeltje. Een greepje. Ik kreeg wat achtervolgers. En ik heb mijn lepeltje even snel verlengd met een klein drechtje. Hij zit op zijn kop gehard, maar zo blijven ze meestal wel hangen. En zo kreeg ze steeds als aanbeten, maar ze bleven niet hangen. Dus even geen zeebaars, maar met een klein lepeltje en een greepje. Ik ga hem onthaken.